In Aalten is het timmerdorp voor de eerste keer van start gegaan. In de zon werd naar hartelust getimmerd, geschilderd en gespeeld. Onder begeleiding van vrijwilligers zijn er 2 leuke dagen georganiseerd. Maar hoe komt het nou tot stand? Michiel Strongs van Vigeles die heeft in eerste instantie bedacht om een timmerdorp voor kinderen te organiseren. Naar aanleiding dat in Bredevoort heb je ook al zoiets en in Winterswijk. Toen heeft hij Linda Heijne aangesproken om dit samen op te pakken. En Linda heeft mij erbij gevraagd en Rick Hogekamp. Suze, wat doe je hier allemaal bij de timmerdorp? Ja, verven en timmeren dus. Oké, en wat heb je allemaal al geverfd en getimmerd? Het huisje. En ja, gewoon het huisje eigenlijk. Met hoeveel vrijwilligers zijn jullie en hoeveel kinderen? We zijn op dit moment zo rond de 20 vrijwilligers en rond 65 kinderen. Dat zijn allemaal zo groep 3 tot groep 6 ongeveer, die allemaal meedoen. Ja. En dat is samen spelen, maar wat doen jullie nog meer? Nou ja, de hoofdzaak is natuurlijk het hutten bouwen. Hè? Dat ze ook een beetje leren om te timmeren en met materialen om te gaan. We zijn hier gewoon hutten aan het bouwen, zo groot mogelijk en het mooiste. En dan komt er als het goed is uiteindelijk een jury die ze bepaalt het mooiste en wie het grootste is. En wat denk je, wat voor plek gaan jullie bemachtigen? Ik denk de 3-2. Welke partijen zijn er nog meer bij betrokken? De karwei heeft onwijs veel voor ons betekend, want die hebben heel veel gereedschap voor ons gesponsord. Albers, de afvaldienst, heeft ons ontzettend geholpen, want die halen vanmiddag gaan ze hier op met opruimen. En ook de kerk, want die hebben dit terrein voor ons vrijgesteld. Jurrie, volgens mij ben je ook heel druk vandaag. Ja, ik heb mijn handen al vol zitten van het verf. En mijn schouders, overal zit wel wat. Gisteren was er helemaal een hele patatka hier naartoe gekomen. En toen hebben we daar gezellig gegeten en weer verder maar. Jan, wat vind jij hier van het timmerdorp? Ik vind het wel heel leuk omdat je overal bouwt en dan heb je probeer natuurlijk de grootste hut te maken. En daarom vind ik het hier zo leuk en omdat je ook met anderen bent en dan kun je nieuwe vrienden ontmoeten en zo. En als je die hut klaar hebt, wat doe je dan in die hut? Eigenlijk een soort van presenteren aan anderen en wat je allemaal hebt gemaakt en hoe het eruit ziet met verf en zo. En dan kunnen anderen kijken hoe het er dan uitziet. En wat ga je even vertellen over jullie hut? Nou, ik vind onze hut heel leuk omdat ik het een super grote en hoge hut vind. En wat is de motivatie van de vrijwilligers eigenlijk om hier aan mee te werken? Ja, de vrijwilligers zijn enthousiast. Iedereen heeft zijn eigen reden. Kinderen die meedoen, kleinkinderen die meedoen of gewoon het leuke initiatief wat ze graag omarmen. Okay. En hoe zijn jullie aan die vrijwilligers gekomen? We hebben in de krant een paar keer een oproep gehad. Op Facebook is een oproep gezet. Ook op de radio is een paar keer een oproep geweest. En zo zijn er steeds meer dingen binnengedruppeld. Dit jaar is het 2 dagen. Ja. Waar gaan jullie volgend jaar voor? Ik denk voor 2 dagen, maar dan meer kinderen. Want er zijn nu een aantal kinderen die niet meer mee konden doen. Dus in de hoop dat we volgend jaar wat meer uit kunnen bereiden.